Uw vader was Olympisch kampioen. Was dat nou een zegen in uw jeugd of een vloek? Nee, ik heb dat altijd wel toch een... zeker niet als een vloek, als een zegen. En, ja, met gepaste trotsheid, laat ik het zo vertalen. Niet specifiek een last, maar wel elke 4 jaar uitkijken en meedenkend van... Nou, leuk als Nederland een keertje in een boot zeilend een gouden medaille zou verdienen. Nou, dat lukte dus een aantal jaren niet. Nou, dat die kogel nu naar de kerk is, ja, dat is gek. Een positieve opluchting, laat ik het zo zeggen. Respect naar Marit, wat ze gepresteerd heeft in vergelijking met mijn vader, wat hij ervoor moest doen om die gouden plak te halen. Het heeft heel veel raakvlak altijd gehad. En nou, dat ik nu het vaandeltje over kon dragen, op dat vlak vind ik best, ja, dat doet me wel, vind ik wel leuk. En heeft iets seks voor jou, een klein aandenken, als je het leuk vindt, mag je deze. Nee joh, maar dat is echt te gek hoor. Ja, nee, dat hebben we speciaal gedaan. Ja? Ja, mijn vader heeft natuurlijk de paplepel wel ingegoten van het wedstrijdzegel. Ja, dat vonkje is wel afgeslagen. Daar heb ik mijn hele leven tot nog toe heel veel plezier aan beleefd. Mijn eerste boot was een kano, een zeilkano. En daarna een klein overnaadse fletje. En dat was tegen de wind in roeien, zeiltje omhoog op de haal, gewoon even terugvaren. En zo jezelf leren schipperen, zeg maar. Dat is mijn oorsprong. En later, mijn eerste wedstrijdbootje, was een pluis en een jeugdbootje. Ik heb van de pluis ben ik daarna bemanning gevaren op een vallig en op een regenboog. En daarna ben ik finjol gaan zeilen. En vanuit de finjolle tijd ben ik naar 16 draad overgegaan. En van de 16 draad naar de Olympiajol. Het spelletje op zich, dat was 100 jaar geleden hetzelfde. En nu nog steeds het tactisch zeilen. Alleen ja, de middelen en de vooruitgang, ja, die hebben we natuurlijk meegemaakt. En dat is alleen maar positief. Sinds vorig jaar ben ik weer actief in de Olympiajol. Ik ben er 8 jaar qua gezondheid uit geweest. Maar ja, de gezondheid laat het weer toe dat ik wel kan zeilen. Dus vanaf vorig jaar ben ik weer driftig bezig. Dezelfde eigenschappen van de Olympiajol. Ik word zelf natuurlijk ook al een dagje ouder. Maar met licht weer meerdere keren kan ik perfecte wedstrijden zeilen in de Olympiajol. En dat geeft nog zoveel plezier. Dat ik dat toch weer opgepakt heb. En ik hoop er nog een aantal jaren mee te kunnen maken. Plus, moet ik zeggen, de Olympiajol, de gezelligheid in de klasse, de vriendschap in de klasse. Ja, dat houdt je toch wel, dat geeft toch wel meerwaarde.